Hey, ik ben Pim van frituurgezond.nl en in deze video gaan we kijken naar de Inventum GF350 HLD. Ja, deze airfryer heeft een inhoud van 3,5 liter, wat goed is voor 1,5 kilo friet. Maar in deze video gaan we de Inventum GF350 HLD eventjes doornemen. We gaan even kijken naar de buitenkant van deze airfryer, want het ziet er echt super netjes uit. En we gaan natuurlijk ook even de onderdelen bekijken, want ja, hoe werkt het mandje precies? Hoe groot is dat allemaal? Deze airfryer heeft een frituurmand met een inhoud van 3,5 liter. En deze heeft een laadvermogen van 1500 gram. De airfryer die heeft een digitaal display. En die start automatisch op 190 graden en 3 minuten. En dat is eigenlijk zijn voorverwarmprogramma. Dus we kunnen hem gewoon gelijk even aanzetten. We kunnen gelijk even horen hoe de airfryer klinkt. Dus dit is eigenlijk het standaardprogramma die de airfryer gebruikt om voor te verwarmen. Dus binnen 3 minuten is deze airfryer op de 190 graden. We gaan straks even de bediening verder doorlopen. Ik wil eerst even de buitenzijde van de airfryer bekijken. Dan gaan we kijken naar de bediening. En ik heb ook wat voorbeeldjes van gerechtjes die ik gemaakt heb met deze airfryer. Dan gaan we even naar de voor- en nadelen. En komen we bij de conclusie van deze Inventum GF350 HLD airfryer. Dus laten we gauw beginnen. Nou, zoals je ziet heeft deze airfryer een glanzend voorpaneel met wat RVS accenten. En aan de zijkant treffen we een soort geborsteld kunststof aan. En dit zorgt ervoor dat je eigenlijk niet zoveel last hebt van vette vingers op de airfryer. Heel veel airfryers zijn natuurlijk best wel glanzend. High glossy zwart glanzend. Maar deze heeft eigenlijk een geborsteld kunststof buitenkant. Aan de bovenkant zien we ook het RVS. En dit is ook echt RVS, dus deze airfryer combineert RVS elementjes met verder een kunststof buitenkant. Nou, kijken we eventjes naar de stekker. Deze is 1 meter lang. Vind ik een vrij goede lengte voor een airfryer, voor het snoer. 1 meter, dan kun je best wel de airfryer plaatsen in je keuken waar je wil. Ik zet vaak mijn airfryer bij mijn fornuis, bij de afzuigkap. En je ziet dat het snoer voor mij dan lang genoeg is. Ook eventjes leuk om te vertellen is dat deze airfryer als beste keus is beoordeeld door Kieskeurig en door de Consumentenbond in 2020. Dus het wil niet zeggen dat het de allerbeste airfryer is, maar het is wel een hele goede airfryer voor het geld. En laten we eventjes verder kijken. Aan de bovenkant hadden we dus ook eventjes bekeken. De bovenkant is ook de kant waar de lucht wordt aangezogen. Die gaat dan hier naar binnen. Die wordt verwarmd door een motor van 1500 watt. Die 1500 watt zorgt ervoor dat die airfryer dus binnen 3 minuutjes op de 190 graden zit het ook best netjes is. De Inventum GF350 HLD is een kleine airfryer. Hij valt in de categorie kleine airfryers. Hij heeft een gewicht van 5,5 kilogram. En de afmetingen betreffen 31,4 centimeter in de hoogte. En 28 centimeter in de breedte en ook in de diepte. Dus hij is redelijk compact, dus je kan hem wellicht in je keukenkastje of bijvoorbeeld in je trapkast zetten. Dat is prima. En wat ook erg fijn is, dat je de airfryer heel makkelijk kan optillen. Het weegt echt heel weinig. Je hoort ook, het rammelt ook helemaal niet. Dus het is best wel een steady machine. Dus je hebt hier aan de onderkant gewoon van die inkepingen waardoor je je handen er makkelijk onder kan schuiven. En dan zo van het aanrecht kan optillen. Dat vind ik eigenlijk altijd wel zeer prettig en gebruiksvriendelijk. Nou, als we gelijk even naar de onderkant kijken, dan zien we dat hij 4 anti-slip voetjes heeft. Dus dat betekent dat hij gewoon best wel strak op je aanrecht blijft staan. Dus als je hem gaat bedienen, zal hij niet zo snel heen en weer schuiven. Dus dat is ook zeker een pluspunt. Nou, dan nog eventjes de achterkant van deze Inventum airfryer. Hier bevindt zich de luchtuitlaat. De lucht wordt recht naar achter geblazen. Dus als je hem net als ik tegen een muur hebt staan, dan wil dat ook zeggen dat die lucht tegen de muur aangeblazen wordt. Nou, ik heb hier een soort behang op de muur. En als je hier als je wat vochtige producten gaat bereiden, dan kan er condensvocht uit de uitlaat komen. En dat kan uiteindelijk dus condenseren op je muur. Dus daarom zet ik hem graag eventjes wat schuin neer, zodat de lucht naar mijn afzuigkap geblazen wordt. In plaats van op mijn muur. Dus eventjes een kleine tip. De airfryer wordt aan de onderzijde niet heel erg heet. Dus je kunt hem prima eigenlijk op je aanrecht plaatsen. Maar ik zou hem altijd eventjes testen en voelen hoe warm het precies wordt op jouw aanrecht. Dus als je het niet vertrouwt, dan kun je gewoon altijd een snijplank neerzetten waar je dan uiteindelijk de airfryer op plaatst. Ik heb eigenlijk altijd hier een snijplank staan waar ik mijn airfryers op zet.
Dit is het mandje van de Inventum GF350HLD. Het is een vrij compact mandje, maar hij is wel vierkant, dus je maakt eigenlijk gewoon goed gebruik van de ruimte in de airfryer. En het mandje heeft een afmeting van 20 cm breed, beide kanten 20 cm, en hij is ongeveer 9 cm diep. Dus als je een accessoire zoekt, een universeel accessoire of bijvoorbeeld een ovenschaaltje, dan kun je even kijken wat hier precies in past. Je ziet hier aan de bovenkant een veiligheidspalletje, die kun je indrukken en daarmee ontkop je het mandje uit de pan. Dus je hebt een losse pan en een frituurmandje en die klik je samen in elkaar. Nou, laten we het mandje nog even verder onder de loep nemen. Nou, zoals je ziet bestaat het uit één stuk. Aan de buitenzijde zie je vinnen en aan de onderkant is het geperforeerd. Wat we verder nog zien is dat er een maximum hoeveelheid wordt getoond. Dat kan je trouwens aan de binnenkant zien. Er staat er eigenlijk een maximum. Dus dat betekent dat hier 1,5 kilogram friet in kan, maar Inventum adviseert om niet meer dan 1 kilogram friet tegelijk te bereiden. Maar dat geldt eigenlijk voor elke airfryer dat je nooit de maximale laadcapaciteit moet aanhouden. Blijft er altijd gewoon een beetje onder. Nou, laten we dan nog even kijken naar de pan van deze airfryer. Deze heeft een inhoud van 3,5 liter, vandaar ook de naam 350 HLD. En deze pan is voorzien van een anti-aanbaklaag. Verder zie je nog 3 strepen lopen in de airfryer, maar verder is het een vrij vlakke bodem. En dat betekent dat deze dus makkelijk is om schoon te maken. Zo ook dus dat mandje. Ja, bestaat uit één stuk. Er zitten geen lastige hoekjes in, behalve dan die vinnetjes misschien aan de zijkant, waar zich vuil kan gaan ophopen. Maar al met al is het relatief makkelijk om schoon te maken. Nou, zo klikken we het hele systeem weer in elkaar. En je kan het dus gewoon prima vasthouden. Als we nog verder eventjes in de pan kijken, zie je dat hier strepen lopen. En hier nog een soort uitsteekseltje. Nou, dat heeft niet echt invloed op de bakprestaties of de luchtcirculatie in de airfryer. Maar het zorgt er wel voor dat het frituurmandje lekker stabiel in het mandje zit. Kijk, als ik het mandje er even in klik, dan zul je zien dat er eigenlijk geen speling zit in het mandje. Ik weet dat bij sommige airfryers dat het mandje dan ja, wat kan wiebelen in de airfryer. Maar deze randen op de bodem van de pan, die zorgen er gewoon voor dat het mandje lekker stevig in de airfryer zit. Dus stevig in de pan. En dat vind ik zeker wel een pluspunt, want daardoor rammelt er eigenlijk ook niks. Nou, hoe werkt deze airfryer precies? Ja, je hebt hier aan de voorkant heb je een aan-uitknop. En verder zie je wat symbolen naar voren komen. Als je de airfryer uit wil zetten, dan moet je eventjes die knop ingedrukt houden. En dan uiteindelijk springt de airfryer uit. En je ziet dan eigenlijk dat het hele display uitgaat, behalve dan de aan-uitknop. Als we die nog eventjes indrukken, dan zal je zien dat je begroet wordt met 190 graden en 3 minuten. Want dat is eigenlijk zijn eerste programma, dat is het voorverwarmprogramma. Dus binnen 3 minuten zit deze airfryer op de 190 graden. Naar links zie je een ventilator icoontje. Als je de airfryer aanzet, dan zul je zien dat het icoontje rood wordt. Zodra dat icoontje groen wordt, dan betekent dat de airfryer de temperatuur heeft behaald die ingesteld staat. En door op de playknop te drukken kun je ook weer eventjes het proces stoppen of in ieder geval pauzeren. En je zal dan ook zien dat die play pauze knop hier knippert. Nou, je hebt hier nog een knop M van menu. En als je daarop drukt, dan zul je zien dat je door allerlei programma's heen kan. En het worden de voorkeuzeprogramma's genoemd. Er zitten dus vooringestelde programma's in voor diverse gerechten. En die ga ik even doornemen met je. Het eerste gerecht is diepvriesfriet. Dus hij geeft hier aan voor 200 graden en 22 minuten. Nou, de volgende is voor garnalen. Dan hebben we er eentje voor vlees. Dan hebben we ook eentje voor kip of gevogelte. Vis. Steak. Gratin met kaas. En als laatste bacon. Dus eigenlijk elk voorkeuzeprogramma stelt een tijd en een baktemperatuur voor die jij kan gebruiken voor jouw gerecht. Ja, je kan natuurlijk ook zelf de tijd en temperatuur instellen. Want je hebt namelijk hier naast dit display een C'tje voor Celsius en een min staan voor minuten. Je moet eventjes weten dus dat dit eigenlijk ook 2 knopjes zijn. Dus we kunnen de temperatuur instellen. Nou, het minimale temperatuur is 80 graden. De maximale temperatuur, dat is 200 graden. En je ziet hier dat de airfryer met stapjes van 10 in te stellen is. Dus je kan dus niet op 175 graden invullen. Dat zal altijd 170, 180 zijn. En dat zal voor sommige gerechten misschien wel een nadeel zijn. Wat ik ook wel een nadeel vind, is dat het geluid van het piepsignaal behoorlijk hard is. Ik vind het best wel storend met instellen dat het eigenlijk het geluid iets te hard is van het goede. Nou, stel we zeggen, we stellen iets in voor 140 graden. Op 10 minuten.
Dan activeer je dus op deze manier de airfryer. Maar wat nou als je bijvoorbeeld de tijd wil bijstellen? Dan kun je dat tussentijds gewoon prima doen. En ook de temperatuur kun je gewoon bijstellen. En je ziet hier dus links onderin dat er een rood icoontje aan staat. En dat betekent dat hij nog steeds aan het verwarmen is tot aan de ingestelde temperatuur. Nou, als we de airfryer open trekken, dan zie je ook gelijk dat de airfryer stopt met werken. Als we hem dicht doen, dan begint de airfryer gewoon weer waar die was. Dus het is niet zo dat je alles weer opnieuw hoeft in te stellen. Hij gaat gewoon door waar de airfryer gebleven is. Je kan hem ook eventjes pauzeren. Dan zie je dat dit pauzeknopje begint te knipperen. En zodra je weer verder wil gaan, kun je hem gewoon weer aanzetten. Wat ook opvalt, is als je de timer lager dan 1 minuut instelt, dat dan de airfryer denkt dat je bereidingstijd voltooid is. Dus dan hoor je een vrij luide toon die je kan uitschakelen door op de aan-uittoets te drukken. Nou, we hebben natuurlijk diverse gerechtjes getest in deze Inventum GF350 HLD Airfryer. Ik ben begonnen met het afbakken van wat broodjes met grillworst. Eigenlijk heel simpel, maar het is wel heel prettig dat je gewoon met een airfryer afbakbroodjes kan maken. En ik heb ook nog een keertje broodjes gemaakt met croissantjes. Het was eigenlijk zo'n party mix, lekker voor op de zondagochtend. Een lekker ontbijtje maken in de airfryer. Je zou er bijvoorbeeld ook nog een eitje bij kunnen doen. En dan kun je eigenlijk binnen zo'n 8 minuutjes broodjes, croissantjes en ook een eitje koken in je airfryer. Dat is echt hartstikke leuk om te doen. En hoe zit het dan met frietjes? Ja, frietjes zijn ook hartstikke lekker in deze airfryer. Ik had nu een test gedaan van het merk Quix. Maar deze friet kan er prima uit. Lekker krokant. Heerlijke frietjes. Maar je kan wat ook normale friet uit het koelschap of uit de diepvries proberen. Het is leuk om het gewoon te proberen. Diverse merken en kijken wat jij het lekkerste vindt. En naast het maken van frietjes hebben we ook opbak aardappeltjes gemaakt. Deze aardappeltjes zijn ook echt super lekker. Je kan natuurlijk opbak aardappeltjes maken van verse aardappeltjes. Of je haalt dat uit het koelschap of misschien wel uit het diepvrieschap. Maar dat komt er eigenlijk altijd wel super lekker uit. Mocht het nou iets te droog worden, dan kun je er altijd nog een beetje arachideolie overheen sprenkelen. Of wat zonnebloemolie. Nou, ik heb ook groenten getest in deze airfryer. Namelijk een groentemix van Agrico uit de diepvries. Nou, deze groentemix bestond uit allerlei groenten, waaronder spergieboontjes. En het ging echt super lekker in deze airfryer. Gewoon makkelijk en snel klaar. Dus je kon eigenlijk in één pan kon je dat bereiden. Nou, hoe zit het dan met het schoonmaken van deze Inventum airfryer? Nou, het is eigenlijk hartstikke simpel. Ik doe altijd gewoon een beetje water in, heb wat schoonmaakmiddel. Ik heb de afwasborstel, alles reinigen. En als je dit gewoon na elk gebruik doet, dan zorg je ervoor dat je frituurmandje en de pan goed schoon blijven. Hier aan de zijkant wat vinnen en een geperforeerde bodem. Vooral bij die vinnetjes kan er wel eens wat tussen blijven hangen. Kruimeltjes, groenten, als je hier bijvoorbeeld iets van groente in maakt, kan er wel eens wat achter blijven hangen, maar je spoelt dat eigenlijk best wel makkelijk schoon. En je moet natuurlijk ook niet vergeten om de airfryer zelf ook af en toe eventjes te reinigen. Haal eventjes de stekker uit het stopcontact en zorg ervoor dat de airfryer afgekoeld is voordat je aan de slag gaat. Met een microvezeldoekje maak je de buitenzijde schoon, want dit is natuurlijk allemaal tiptoetjes, dus je zal hier uiteindelijk vette vingertjes gaan krijgen. Vergeet ook niet de binnenkant van de airfryer verder schoon te maken. Je hebt hier het verwarmingselement. Ga dit pas reinigen als dit afgekoeld is. Je kan er uiteindelijk gewoon met een vochtige doek kan je er langs gaan. En zo zorg je ervoor dat spettertjes en andere viezigheid verwijderd wordt. Want als je dat niet doet of niet regelmatig doet, dan zal het na elk gebruik verder aankoeken en dan wordt het erg lastig om schoon te maken. Nou, en hier verder, dit onderste paneel kun je ook af en toe eventjes gewoon zo schoonmaken. Je laat het drogen en je airfryer is weer gereed voor gebruik. Oké, we hebben alles doorgenomen van deze Inventum GF350 HLD Airfryer. Maar wat vind ik er nou eigenlijk van? Laten we even beginnen met wat minpunten. Ja, ik vind dat deze toetsen behoorlijk veel herrie maken. Hij maakt behoorlijk wat lawaai. Maar ook wanneer de airfryer aanstaat, vind ik dat de ventilator best wel aanwezig is. Dus je moet best wel wat luider praten om er bovenuit te komen met je stem. Dus dat vind ik wel een klein nadeel. Wat ik ook heb gemerkt is als je de pan niet helemaal goed afsluit, op deze wijze, dat je hem toch nog wel aan kan zetten. Terwijl eigenlijk de pan niet helemaal netjes dicht zit. En als laatste puntje wil ik aangeven dat dit Colossi frontpaneel best wel wat krasgevoelig is. Dus als je hier geen kras op wil hebben, moet je voorzichtig zijn met het gebruik en ook met schoonmaken. Let daarop. En dan natuurlijk ook eventjes de voordelen. Nou, ik vind dat deze airfryer zich goed onderscheidt qua looks.
Hij ziet er gewoon mooi en netjes uit. Hij staat zeker netjes op je aanrecht. Hij combineert namelijk dat RVS, dat geborstelde RVS, met dat digitale display. Aan de zijkant heb je dat geborstelde kunststof. Ja, wat er gewoon voor zorgt dat je geen vette vingers krijgt op die airfryer. Dus je hoeft dat eigenlijk minder vaak te reinigen. Ja, het ziet er gewoon echt onderscheidend en netjes uit. Ook het oppakken van de airfryer vind ik prima. Je kan namelijk heel makkelijk met je handen eventjes eronder om de airfryer op te pakken. Dus je tilt hem makkelijk op en de airfryer weegt ook slechts 5,5 kilo. Als derde voordeel is het schoonmaken van de airfryer. Ja, het mandje is gewoon geen lastig onderdeel om schoon te maken en schoon te houden. Je kunt de onderdelen makkelijk van elkaar ontkoppelen. En met een beetje warm water en wat afwasmiddel heb je de pan zo schoon. En zo ook eigenlijk de binnenkant met een vochtige microvezeldoek. Ja, heb je hem eigenlijk gewoon heel makkelijk schoon. Ja, deze Inventum GF350HLD airfryer is gewoon een hele leuke en compacte airfryer als je op zoek bent naar een goed alternatief voor jouw oude frituurpan. Dus zeker als je gewoon op zoek bent naar een compact model airfryer die ook nog eens een keertje aantrekkelijk geprijsd is, is deze Inventum echt een aanrader. Nou, wil je nou een iets groter model, dan kan ik je zeker de GF500HLD aanraden. Dat is eigenlijk exact dezelfde airfryer, maar dan gewoon een stukje groter. Deze airfryer heeft een inhoud van 3,5 liter en zijn grotere broer heeft een inhoud van 5 liter. Nou, ik wil je bedanken voor het kijken naar deze video van de Inventum GF350HLD. Heb je nou een vraag over deze airfryer? Laat het dan hieronder weten in de reacties. Vergeet niet om een duimpje omhoog achter te laten. En vergeet ook zeker niet om te abonneren op mijn kanaal voor nog meer video's over hete luchtfriteuses. Ik ben Pim van de website frituurgezond.nl en ik zie jou in de volgende video. Bedankt voor het kijken. Ik wil expert.nl bedanken voor het beschikbaar stellen van deze Inventum GF350HLD. Dus bedankt voor het opsturen.